En dan, dames en heren, de tweede halve finale van ons zwaargewichten toernooi. Het eerste vooral, dames en heren, van in de blauwe hoek. De man die er eigenhandig voor zorgde dat ons zwaargewichten toernooi niet plus 120, maar plus 95 kilogram moest worden. Hij komt bij voor de verkeerde fight in Nederland. Hij is 21 jaar. Vorige week 90 kilo en vandaag 95,6 kilogram. Hij vocht tot nu toe 9 partijen tegen alle 9 won, waarvan 8 op knockout, waarvan maar liefst 7 op knockout in de eerste ronde. Hij is misschien gek, hij is misschien geniaal. Hij wil goede loop, dames en heren. Deze avond de knockout king genoemd worden, maar nu is hij nog de knockout prins. Dames en heren, hij was van de man in de blauwe. Hier is Tarzan, hier is Tia. Zijn tegenstander, dames en heren, voor deze tweede halve finale van ons zwaargewichten toernooi. Voor in de rode hoek. Tot tijd voor het Animals team uit Frankrijk. Hij is 36 jaar. Weegt 139,6 kilogram. Dames en heren, geef hem een aardig applaus. Hij is in de rode hoek. Hier is Adria. De beslissende ronde in deze tweede halve finale, dames en heren, wordt jullie aangeboden dankzij Zuurverzekeringen.
verzekeringen. Daar ben ik bij ons nieuws. Dank u. De tweede finalist van ons zwaargewichttoernooi komt door knock-out na 1 minuut 30 seconden in de eerste ronde. Uit de blauwe hoek, krijgen we ons een massa!